Hi, welkom. Ik ben Robin van Hoop It Yourself en Robin Hoop. We zijn bij de vierde video gekomen van de serie waarin we combinaties gaan maken. Ik ga eerst laten zien wat we tot nu toe hebben gedaan. We zijn begonnen om ons middel. Vouw je hoepel naar voren. Je gaat in de smeer. Die doe je twee kanten op. Je stopt aan de zijkant. En je bent in swish, weave. We doen de ISO-pop. Vanaf hier fold je de hoepel. Geef hem door in passing. Twee kanten op. En dan stoppen we weer voor. Vanaf hier, let goed op, draaien we een kwartslag. Zorg dat je knokkels boven zijn. Dat houdt wat makkelijker vast. Dan, van de zijkant is het denk ik wat duidelijker. Laat ik de bovenkant van de hoepel los. Duw ik de hoepel naar voren en trek ik hem omhoog. En zo doe ik dat een aantal keer, totdat ik vind dat het genoeg is. En dan zorg ik dat mijn sterke arm onder de hoepel is. En je ziet dat ik hem nu niet vastpak, maar in een wiegje als het ware hier in mijn arm heb. Dan puk ik en duw ik de hoepel omhoog en laat ik de hoepel aan de kant van mijn knokkels zo naar achter over mij heen zakken. Dan vang ik hem hier op. En dan gaan we naar de magic turn. Die hebben we eerder gedaan. En je houdt je hoepel zo plat mogelijk. Even boven je hoofd. En weer terug. Je draait een rondje. En dan heb je een hele mooie combinatie gedaan. Ik hoop dat het niet te snel ging. Kijk hem anders nog even terug. Laat me weten hoe het is gegaan. Ik ben heel benieuwd. En nou ja, tot bij de volgende video's. Veel succes met oefenen.